heb ik ook, maar het is al op. Het gaat nog wat sneller. Ik ben genomineerd voor een prijs. Die heet de Gouden Venus van Milo, heet dat. Dat is een onderscheid voor mensen met een... hoe leg ik dat uit? De meest inspirerende Nederlander met een beperking. Heeft mijn leidinggevende heeft daar maar mijn naam voor opgegeven. Dus ik loop stage bij PVCC, Praktijk voor Coaching en Creativiteit. Dat is ook eigenlijk een stichting waarbij allerlei doelgroepen worden ondersteund. We doen heel veel projecten, doen we activiteiten... mensen met en zonder een beperking. En ja, ik draag nou een beetje steentje daaraan bij eigenlijk. Ja, ja. Want jij bent ook bezig geweest voor een tribune van Heracles. Kan je daar iets meer over zeggen? Een tribune van... Ja, ze zijn momenteel bezig om een blinde en slechtziende tribune op te zetten. Ze hebben mij benaderd, Jeroen Morman, om daar over mee te praten eigenlijk. Ik heb natuurlijk zelf een oogaandoening. Dus... we moeten wel een beetje zien hoe ik daar in sta. Ja, ja. Dat is toch heel erg mooi dat je daaraan kan bijdragen. En hier loop jij stage. En de doelgroepen waar jij mee bezig bent, welke mensen zijn dat? Het zijn voornamelijk jongeren die met en zonder een beperking. Ja, ja. En, ga je daar allerlei activiteiten mee ondernemen? Of wat is daar de bedoeling van? Wat precies mijn rol daarin is, is nog een beetje zoekend op dit moment. We zijn net bezig, maar ik probeer gewoon met al mijn ervaring die ik heb, omdat ik natuurlijk zelf een handicap heb, probeer ik het over te brengen aan de kinderen of aan de jongeren. Mijn naam is Wendy Leerkotter, ik ben projectleider bij Inloop aan de A, namens Thuisteam Twente en de Praktijk voor Coaching en Creativiteit. Jeroen is die loopt stage bij mij. Een hele leuke, vrolijke, optimistische en spontane jonge man. Met een beperking in zijn ogen. Hij ziet maar 10%. Elke dag optimistisch. Hij is er voor de mensen. Fantastische hulp voor mij. En ik ben super blij met zijn hulp. Dus we gaan zo door, Jeroen. Dankjewel. Ja.